FC Groningen heeft in de historie 2 keer de 3e ronde gehaald van de UEFA Cup. De eerste keer was in het seizoen 86-87. Na winst in de 1e ronde op Go Ahead United werd het Zwitserse Samax Neuchâtel dankzij dit doelpunt van Jan van Dijk in de 2e ronde uitgeschakeld. Hele knappe actie van Eikelkamp met name. En mooi ingeschoten door Jan van Dijk. Een van de spelers die toen deel uitmaakte van de selectie was de latere international Johan de Kok. En dan de Kok met een bevrijdende trap, bal over de zijlijn en tijdwinst. Het was voor mij de beginperiode als betaald voetballer. Ik ben op 19-jarige leeftijd hier in Groningen terechtgekomen en heb 3 hele mooie jaren als beginnend professional hier gehad. En ja, het hoogtepunt denk ik dan is het spelen van Europees voetbal. In de 3e ronde trof FC Groningen het Portugese Vitória Guimarães. 26 november 1986 kwamen de Portugezen naar het Oosterpark, dat stijf was uitverkocht. In het oude stadion was het nog, aan de Zaagmuldersweg. Het was een hele mooie belevenis. Groningen had al iets historie natuurlijk met het spelen van Europees voetbal tegen hele grote clubs. Maar ook dit jaar was het weer een hele mooie belevenis. Het was te bereiken van de 3e ronde, dat was ook al wel wat waard natuurlijk. Al na 5 minuten opende FC Groningen de score tegen Guimarães. De voorzet is van Paul Mason en Johan de Kok kopt de 1-0 binnen. Wat voor elftal hadden jullie toen? Een goed elftal. Ja, dan had je ook geen Europees voetbal. Het was in de periode dat de Rotterdamse inbreng wat groter werd in dat. Dat jaar ervoor viel het nog wel mee. De Wolf van den Berg waren toen. Het jaar daarna kwamen Eikelkamp en Olderiekering er ook nog bij. We kregen een steeds beter voetballend elftal. Het jaar dat we Europees voetbal halen was het laatste jaar dat Han Berger trainer was hier. Die nam na dat jaar afscheid en Rob Jacobs werd toen de nieuwe trainer. En hoe was Jacobs als trainer? Voor mij niet zo heel erg lekker. Hij zag er niet zo erg in mij zitten. Ondanks dat ik clubtopscoorder werd in dat jaar. Ondanks dat we 3 ronden Europees voetbal gespeeld hadden. Maar hij was over mij persoonlijk niet zo heel erg tevreden. Vandaar ook dat ik na dat jaar afscheid genomen heb van FC Groningen en bij FC Utrecht verder ben gegaan. De uitwedstrijd tegen Guimarães was voor de Kok dus de laatste Europese wedstrijd in het shirt van FC Groningen. Het schot van Nascimento, wat een mooie. Voorbereidende werk van Paulinho Cascavel. Het terugleggen en dan die poeier ineens. Daar heeft Storm absoluut geen kans op. 1-0, de thuisclub. En die staan weer gelijk nu met FC Groningen. Gerekend over 2 wedstrijden. Ik denk dat we in de uitwedstrijd toch wel geïntimideerd zijn door de sfeer die daar was. En door de tegenstander die echt alles op alles zette wat wij niet gewend waren. Cascavel in de dekking aangespeeld. Oh, dat is een 2-0. Schitterend. Nijinga, de kleine 20-jarige Saïrez. Op een voor Groningen wel heel vervelend moment, 5 minuten voor rust. Krijgt die bal plotseling voor zijn linkerschoen. Binnenkant paal. Opnieuw kansloos Sjaak Storm. Ademir. Van Dijk. De vrije trap met Roldouw. En de score van Paulinho Cascavel. De uitblinker aan Portugese zijde. De genadeklap ook. Intimidatie en deze handsbal werden FC Groningen te veel. Op 10 december 1986 eindigde het Europese avontuur van FC Groningen in Portugal. Nou, was jij bij Groningen spits? Later zagen we jou terug als verdediger. Hoe is dat gegaan? Na 1 jaar FC Utrecht kwamen we er eigenlijk achter dat mijn kwaliteiten achterin toch iets beter tot zijn recht kwamen dan voorin. En ook dat heeft zich heel goed uitbetaald na die tijd. Ja, zelfs Nederland zelf toch gehaald, toch? Zelfs Nederland zelf toch gehaald, ja.